Welkom bij een nieuw item van WTF TV. Vandaag sta ik als Tilburger op de Haagse kermis op het Malieveld. En ik ben wel heel erg benieuwd hoe het er hier aan toe gaat. Ik ken natuurlijk de grote Tilburgse kermis, de grootste van de Benelux. Dus we gaan jullie vandaag meenemen naar het Malieveld. De kermis hier zo. Het is ook nog eens Horror Night, dus dat moet helemaal goed komen. Dit was voor vandaag de kermis. Morgen zijn we er ook. Dan is het een speciale dag voor mensen met een beperking. Het licht gaat wat minder snel. Het geluid gaat wat minder hard. En de attractiesnelheden gaan omlaag. Maar hey, jullie hoeven niet zo lang te wachten op morgen. Want jullie zijn er nu weer bij. We gaan kijken hoe het dus vandaag gaat op de prikkelarme kermis. Het geluid staat zachter. Nou, dat is één ding. Dat is al gelukt. De lichtjes knipperen wat minder fel. Nou ja, volgens mij is dat ook gelukt. En de attracties gaan wat minder hard. Maar we gaan ook even opletten op al die kieren, want het moet natuurlijk ook rolstoelvriendelijk zijn. Daar gaan we ook even naar kijken. Ja, daar zijn we weer. We zijn weer een extra dagje op de kermis. Want deze jongen is ineens in de plaats gekomen voor een andere attractie die op maandagavond stond. Die is naar Frankrijk gegaan. Dus daar is de attractie die hier achter mij staat voor in de plaats gekomen. Maar we hebben wat extra's voor jullie. Want Don is er ook bij en die gaat wat quizvragen stellen aan omstanders. Ik ben heel benieuwd of ze het goed hebben. Dus kijk lekker verder. Nou, ik sta naast twee jongens. Inderdaad, met we gaan even een quizje doen. En hoe heet je? Ik heet Mats. Mats? Ja? Ik heet Jesper. Ik ben Cato. Cato, nou mooie naam. En jij? Ik heet Roos. Ook een mooie naam. We gaan een aantal vragen stellen en dat gaat natuurlijk over de kermis. Het zijn multiple choice vragen, dus ja, de keuze is heel simpel. A, B, C of D. Nou, vraag 1 is: hoe hoog is het reuzenrad? 15 meter, B 35 meter, C 40 meter of D 45 meter? 35 meter? Jij was eerst. Ik denk 55 meter. Gokje. Dat gokje? Ja. Wat denk jij? Ik denk B. Jij denkt B? Ook 35. Laat maar. C. C denk je. Nou, helaas jongens, allebei niet goed. Ik denk het ook eigenlijk. Ook? Nou, jij was eerder. Inderdaad, hij was goed. Hij is 55 meter. Oké, vraag 2. Welke kermis is de grootste van Nederland? A. Tilburg, B. Den Haag, C. Haarlem of D. Groningen? Ja, allebei tegelijk. Tilburg? Ik hoor net Tilburg.
denk Haarlem. Nou, jij bent goed, Tilburg. Dus het staat al 1-0. Oké, volgende vraag. Wat was de oude locatie van de kermis? A. Scheveningen. B. Lange Voorhout. C. Grote Markt. Of D. Schilderswijk? Lange Voorhout, hij stond toch hier? Lange Voorhout. Is van deze kermis? Ja. Volgens mij B, maar ik weet niet zeker hoe die precies heet. Echt? Oh, dan weet ik niet. Ja, C. Jij zegt C? Ja. Jij zegt C, oké. Jij B? Ja. Ah, jij hebt het goed. 1-1. Hey, toch weer een puntje. Zeker. 2-1 staat het. Nou, we gaan naar het laatste blaadje. Dat is vraag 4. Tot wanneer is de kermis er? A. 18 april. B. 20 april. C. 1 mei. Of D. 29 april. Volgens mij 29. Hij was eerder. 29 april. 29 april. D. 29 april. Dat is helemaal goed. Inderdaad, hij is tot en met 29 april. Ja, hoe is de stand nou? 3-1 geloof ik. Klopt. Vraag 5. Sinds welk jaar bestaat de Haagse kermis? Ja, dat is een hele moeilijke. Dat is A. In 1588. B. 1644. C. 1384. Of D. 2000. Oh, ik wilde gewoon B zeggen. Jij wil gewoon B zeggen? Ja, welke? B. Wat is dat? 1644 is B. C. C? Ja. Ja, ik denk D. Jij denkt D? Ja. Ja, jij hebt... Ja, 3-1. Had ik ook gegokt, maar... Ja? Nou, dan hebben jullie het allebei fout, want het is C. Het is sinds 1384 dat de Haagse kermis. Ja, inderdaad. Nou, dan gaan we naar de ene laatste vraag. Dat is vraagje nummer 6. Welke attractie is nieuw op deze kermis? A. The View. B. Around the World. C. Booster Max. Of D. The Reactor. A. De View, de reuzenrad. Kak, ja, ik heb nu al gedrukt. Ja. Is het die ene met de bal omhoog? Die schieter? Nee, dat is hem niet. Dan is het de Around the World. Nee, ook niet. Oh nee, laat dan maar. Wat denk jij? Ja, ja, denk ook. Maar B? Jij denkt B? Nou, allebei fout, jongens. Echt? Het is C, de reactor. We gaan naar de laatste vraag. En dat is, welke aanpassingen werden gedaan voor prikkelarme kermisdag? A. Geluid, licht en snelheid. B. Ondergrond, begeleiding en licht. C. Geluid, licht en de prijzen van de attracties. Of D. Parkeergelegenheid, ondergrond en de prijzen. Zeg maar. Ik denk C. A. Waarom denk je dat? Nou, ik had ergens een aanplakbiljet gezien dat er op 14 april een kermis zonder geluid en licht was. En dat is voor prikkelminderheid. Dus ik denk A. Lijkt me mislukt dat snelheid er ook bij zit. Ja, inderdaad. Dus A, geluid, licht en snelheid. Nou, dan komen we op een eindstand van... 5. 5. 1. Oh. En jij? Ja... Ik had er wel veel, geloof ik. Ja, inderdaad. Ik weet de stand ook niet meer. Maakt niks uit, maar in ieder geval het is wel duidelijk dat jij hebt gewonnen. Gefeliciteerd. Dank u wel. Jij denkt A? Ja. Nou, klopt inderdaad. We hebben gelijk. Yes. En we hebben een winnaar. Lekker man. Ik ben een winnaar. 4-1. Hoe voel je het? Ja, ik vond wel lachen, maar zonde dat ik heb verloren. Ja, maar ja, de zon schijnt en je bent op de kermis, dus ja, hè? Ja, precies. Nou, ik wil jou feliciteren. Ja. En ja, jongens, top gedaan. Kermis van dit jaar op het Malieveld.
Ik heb genoten, ik hoop jullie ook. Er is nog genoeg te doen. Het is tot 29 april. April, dankjewel. Dus kom zeker hierheen. Ik zeg tot de volgende keer. Deel, like deze video. En houdoe.